Yo boys en girls, welkom bij de eerste video, eerste FIFA video van 2021. Vandaag in deze video gaan we mijn team bespreken. Oké, hier op doel hebben we de enige, de echte Kasper Schmeichel. Op centrale verdediger in de Mira. Maguire. Op links centrale verdediger Zuma. En op rechts centrale verdediger Soyuncu. Op rechts midden hebben we de oude vertrouwde Alma Traoré teruggehaald voor. Niet verhandelbaar. Ja, we hadden wel het eerst verhandelbaar, maar dan. Dan hebben we daarop. Daarnaast hebben we die future star Fofana. Unlocked. Vrijgespeeld. Dan hebben we untradable. Uit een 75 plus zeldzaam spelerspakket. Kanté gepakt. Dan daarnaast hebben we de oude vertrouwde Moussa Sissoko. En daarnaast ook Son. Uit een pakketje van een gouden upgrade gepakt. In de spits staat nog altijd de oude vertrouwde Lacazette. En daarnaast Rodrigo. Op de bank staat mijn Rui Patricio. Dan de oude vertrouwde Saint-Maximin is ook terug op de bank. Gedson Fernandes, Susek, Samu Anguissa, Guaita en Aouar. En mijn manager is natuurlijk Jurgen Klopp. Dus eigenlijk heb ik wel een 182 team. En mijn hoogste reden is Kanté en dan Son. En dan is het allemaal ongeveer hetzelfde. Maar in de volgende video gaan we daar dus een game in spelen. Okay, dus deze was eigenlijk zo'n beetje de video. Ik heb 111 punten voor Weekend League, maar de Weekend League is al actief. En Squadables heb ik nog ingespeeld deze week. Daarbij bij de transfers hebben wij nog heel veel spelers staan. Die dat wij nog moeten gaan verkopen. We hebben dan nog. Toch wel een paar spelers hebben staan. Zoals Radu, Karnezis, Deli, Jansen, Rinchon, Durisic, Dragovski, Slager. André Horta en Boyko. En spelerscontracten die gaan we bijhouden. Dus eigenlijk zijn er nog een heleboel spelers die ik nog moet verkopen. We zitten daar per ongeluk in. Maar ja, dit was dus de video. Bedankt voor het kijken. Like, abonneer, reageren. En dan zie ik jullie guys volgende week terug in een nieuwe video. Ja, joe!